In het rand van Dworsumhiet had ik Friesland van Den Haag opdracht kregen om een deal van de landelijke windenergie te realiseren. Om net de hele provincie met windmolens vol te bouwen, wil Friesland nog zo'n 80 windmolens deels zetten onder de IJsselmar bij de kop van de Afsluitdijk, 40 molens in de Trijenhoek, Haas, Bolsert, Makkum en nog eens 20 windturbines bij het Klaverbleid Jereveen. Dat grut argwaasje van de actiegroep Hou Friesland Mooi. Die lieten nimmer minder als Sinterklaas, liefst 2400 proteststemmen aanbieden om commissaris Jortsma. Marjano zou van ding verwachten van 400 meter van ons huis, al. De Deense eerst is 12 kilometer. Nou, er zit nogal wereld tussen. Nou, dus de budget eens, als je zo'n ding bij het huis houden, dan kun je best voor wat kennen. Ta haar grote verrassing, hier de commissaris goed nijs voor de goed heilig man en de actievierders. Er zijn zachtvolle wiemoelen op die kaarten. Nou, uiteindelijk ben ik wist en verwachtte van Oertjoegen dat er volle minder wiemoelens in deze provincie komen zullen. Want al die moelens die nou nog intekenen binnen in dat plan windstreek 2012, je zei, die komen er net. Nee, net zo vol, absoluut net. De actiegroep zal nog savissar jocht in Den Haag. Want wat provinciale steden ik besluiten mij, Den Haag had het definitieve voeg. Dus we moeten er maar snel over praten, maar maar snel over een keer. Want er zijn heel veel alternatieven ook mogelijk bij alternatieve energie. En windenergie is net de enigste.